Welkom bij het verkeersjournaal van zondag 1 december. Op de Neherkade in Den Haag wordt deze week gestart met het maken van boringen onder de weg. Op de kruising van de Neherkade met het leegwaterplein en de Slachthuisstraat kan daardoor verkeersoverlast ontstaan. Verkeer kan langs de werkzaamheden rijden, wel geldt er een snelheidsbeperking van 30 km per uur. De verkeershinder zal tot eind februari volgend jaar gaan duren. Vanwege onderhoudswerkzaamheden worden de Vlietunnel, de Parktunnel en de Spoortunnel op de N14 in Leidsendam deze week een aantal keer afgesloten. Morgenavond vanaf 10 uur gaan de buizen in de richting van de A4 dicht. En dinsdagavond gaan de buizen in de richting van Wassenaar dicht. Beide afsluitingen duren tot 5 uur de volgende ochtend. En verkeer kan in beide gevallen omrijden via de A12. Bij zware regenval of vorst kunnen de werkzaamheden uitgesteld worden. Op de Reinier de Graafweg in Delft wordt morgen een reparatie aan het asfalt verricht. Tijdens de werkzaamheden kan verkeer geen gebruik maken van de weg en automobilisten kunnen omrijden via de Jan de Braamslaan en de Kriekstraat. Hou morgen dus rekening met extra drukte in de wijk. En dit was het verkeersjournaal voor vandaag. Heel graag tot morgen bij een nieuwe uitzending. Dag!